zo, de honden hebben, die hebben een grote koek van me gekregen. Lekkere meisje. Ja, dat is lekker hè, zo'n grote koek. Is dat zo? Sinds wanneer is dat zo dan? Is dat zo? Een hele goede middag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Zoals je ziet ben ik weer lekker thuis en het is vandaag alweer zondag 6 maart 2022. Het is nu 2:30 in de middag. Ik sta hier lekker met de hondjes buiten, want Rodi gaat zo met de auto weg. Ja. Dus wij wensen jullie gewoon weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik ga zo met jullie lopen. Zo, ga zitten. Liep, ga zitten. Hai. Ja. Hoe liggen dan? Goed zo. De baasje gaat weg, hè? Hai, schatje. De baas gaat zo naar zijn werk. En we moeten morgen naar de garage toe. Ook dat nog. Want aan mijn voorkant... Dat is niet best, zeg maar. Want de schroom moet ook voor mij heel voorzichtig rijden. Nou, die gaat even naar de Action, even lampjes halen. Wille koekie!
wat lekkers. Kom dan. Kom eens hier. Het ziet er helemaal uit. Zitten. 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 Kom maar. Zitten. Kom hier. Nee, zitten. Kom. Zitten. Zitten. Goed zo. Ladypoot. Nee, nee, nee. Goed zo, lady. Kijk eens. Poot. Nee, laag. Poot. Laag. Zo. En niet op de bank. Nee, niet op de bank. Goed zo. Pak maar, Bjut. Het is van jou. Pakken. Kom maar hier. Bjut. Kijk eens hier, Bjut. Ja. Zo, de honden hebben, die hebben een grote koek van me gekregen. Lekkere meisje. Ja. Dat is lekker, hè. Zo'n grote koek. Oh, dat is lekker, schat. De lady smelt er ook lekker van. Ja. Lekker, schat. Lekkere meiden. Zo, eventjes weer even bijgekwekt met mijn editor Niels, die jullie wel kennen. Yep, en zo niet, dan komt even hier een i'tje, sowieso, waar hij zich in voorstelt. En ja, ik ben dus nu even bezig met even schoonmaken, want dat mag even gebeuren. Maar ik wil gewoon eventjes nog voorlopig het matrassen op de bank houden, want dan kan ik lekker tv kijken, zeg maar. En dat ligt wat hoger, dat vind ik gewoon fijn. Maar ik heb al dus de kleden er vanaf. Kijk, dat kun je hier wel zien. Maar, oh jongens, dus er ligt zoveel zand op dit ding. Ik laat het jullie even zien. Kijk, dit is wat ik bedoel, er ligt heel veel zand. Kijk, nee. Kijk, dit is heel klein beetje. Maar dat is gewoon zand. Nee, we gaan er nou niet op, want ik maak het schoon. Kijk, dan heb ik deze. En dan ga ik het lekker even schoonmaken. Thank you.
hij is weer aardig schoon. Ja, eventjes de dingen doen die ik weer moet doen. Ja, helemaal top. Echt wel. Ja, sommige dingen moeten gewoon weer even gedaan worden. Want ze gaan niet uit zichzelf vanzelf. Nope. Nope, niente, helemaal niet. Rodi moet mij weer helpen, want Rodi had dus namelijk iets bedacht qua mappen. Maar dat gaat dus op een of andere manier weer niet zoals ik het zeg maar wil. Nee. Dus ik moet nu even weer heel goed zoeken waar ik ben. Maar ja, dat komt wel goed. Ik ben wel ongeveer gewend. En nou moet ik eentje draaien. Wat is er, schatje? Wat is het dan, meisje? Zo. En dan moet ik jou... Ik zeg jou draaien. En dan moet ik jou groter maken. Kijk. En dan als het goed is... Nee, Ctrl Z. Oh, wat is dit irritant. Oh, wat is dit vet vervelend. Nee, Ctrl Z. Oh, wat is dit vervelend. Juist, nou heb ik hem wel. Hey, dat is mooi. Dat is heel fijn. Ja. Want anders wil het niet wat ik wil. Nee, ik moet wel editen vanzelf, hè. Ja. Maar ik heb wel een leuke 9 dagen gehad in Den Helder. Ja, dat en dat zeer zeker. Mag niet klagen. Dus ja. Waarom moeten mensen, als ik heel gaan filmen, aandacht vragen, hè? Vat ik ook niet. Kijk, ik film op mijn eigen manier, zeg maar. Maar dan wil ik filmen en dan denk je dat. Hi. Wel even aandacht. Maar ja, dat skip ik er lekker uit. Ctrl, dat is de derde. Ja, nou. De derde. Kijk, die en die knal ik gewoon er alvast in. Maar ik heb nog niet klaar. Nee. Met mama. Nee. Mama wil een McKroket uitproberen. Enter. Dus dat. Zo. Ja, ik ben even lekker aan het bakken, want ik had er gewoon even erg zin in. Lekker de frituurpan aan. Lekker makkelijk. Niet zo lekker moeilijk doen. Ook helemaal geen zin in om maar moeilijk te gaan doen. Ik heb net alweer de plantjes even wateren en gegeven. Ik ben naast, dat even aan het pakken. Waarschijnlijk heb ik het net al even snel gezien, maar ik zal het zo meteen wel even beter laten zien. Maar kijk, dit is toch zo treurig. Ben ik er niet geweest? Nee. Rodi heeft, en die heeft ook mijn plantje niet gedaan. Nee. Schande, nee hoor. Ach ja, geeft niet, maakt allemaal niet uit. Dus dat is wel weer eventjes, plantjes verzorgen, hè, als je er zoveel op staan. Dus, en nou ben ik lekker mijn loempje aan het bakken, jongens. Echt heerlijk. Ik had er gewoon zin in. Misschien eet ik er 1, misschien 2. Ik weet het niet. Dus, maar het is alweer inmiddels 8 uur. En ik wil ook lekker thuis mijn bed in, want morgen om 8:30 moeten we alweer bij de garage staan op tijd. Dus, eens even kijken wat er precies aan de hand is. Ik denk al wel te weten wat het is. Dat het dus de kogellagen zijn. Aan de kant van mijn kant, zeg maar. Van de passagierszijde voorkant. Dus we gaan het meemaken. Dus. En dan neem ik jullie ook sowieso mee. Maar. Nou, lekker even mijn loempje aan de bak. Dat zeg ik. Ik ben lekker mijn loempje aan het bakken. Ja. Helemaal goud. Lekker.
ben weer een beetje gerustgesteld, mensen. Want ik kreeg namelijk van een buurman, waar we heel goed mee omgaan, kreeg ik net een teken van leven, want hij is ook ergens naartoe. Opgelucht, kan ik ademhalen. Ja, echt. Opgelucht ademhalen, echt waar. Oh, wat is dit fijn. Echt waar. Gewoon even een teken van leven. Jeetje, wat kan een mens dan in de stress zitten, weet je? Normaal, als ik hem iets stuur, hij reageert altijd gelijk. En nu was hij dus gewoon al ruim drie dagen stil. Ik ga hem er even uithalen. Jullie horen dat wel. En dan doe ik dat eruit. Doe ik even het klepje dicht. Doe ik de stekker eruit. En doe ik het klepje weer open. Dan heb ik even lekker mijn loempje. Nee, maar dat zeg ik even een teken van leven. Dat is gewoon zo fijn. Echt. Gewoon dat, ja. Gewoon even een teken van leven. Dus daar ben ik blij mee. En ik ga nou even weer verder tv kijken. Moet eens kijken hoe Lady ook ligt. Waarom moet je zo doen? Bolle? Hoi. Je was eerst nog van de week aan het blazen en naar de baas. Ja, donderdag. Uit mijn hoofd. Dat was donderdag. Dat was donderdag. Ja? Toen was je aan het blazen. Naar de baas. Ja? Hey meisje. Brekkie. Hey. Ja, ik ga weer even lekker liggen, want dit hou ik lekker voorlopig zo. Ik vind het heerlijk. Kan ik lekker chill liggen. Want die kussens die zijn niet zo dik, dus kan ik lekker liggen. Hé, meisje? Ja, hè? Ja. En dit ligt gewoon even nog steeds iets chiller. Dus een beetje luxe leven, zeg maar. Maar op een goedkope manier. Hè? Ja. Ja, ik loop mijn laatste rondje met de hondjes. Kijk. Daar hebben we Lady en de dames die zitten hier in de bosjes. Het is een beetje lekker donker hier, maar dat maakt niet uit. Dus ja, ik moet even op Ro wachten, want Ro die wou iets lekkers eten. Maar wat, weet ik niet. Ja, iets en iets met een T-bone of zo, weet ik veel, zoiets. Dus daar wil ik eigenlijk zo verhalen en ik wil zometeen eigenlijk een hele lekkere Turkse pizza. Ik heb nog niet gegeten. Omdat ik in slaap ben gevallen op de bank. Ja, dus ja. Het is nu al iets van 10 uur of zo. Dus mooi. En morgenochtend er weer vroeg uit. Dan moeten we hun uitlaten. Rodi moet er ook weer vroeg uit. Voorzichtig rijden. Dus ja, dus even allemaal van dat soort dingen. Dus, maar ja, dat komt wel goed. Hoop ik dan weer toch. Hé, meisje? Ja. Kijk, daar hebben we beauty. Is het zo? Sinds wanneer is dat zo dan? Is dat zo? Wees een koekie. Hé? Hey? Ja. Strakjes, als ik weer terugkom. Ik ga zo even eten halen even op de baas aan mij. Ja? Lady. We daar lovely. Lady. Heb je het nog meer te vertellen dan? Kijk me ook zo lekker aan ook, hè. Tutti. Pippi. Lady, mijn grote pup. Lady is mijn grote pup, hè. Hey. Leed. Ben je lief? Ben je lief? Ben je lief dan? Oh. Ja, je bent lief, hè. En jij bent ook lief. Ga je het niet meer vertellen? Nee. Nou. Zo. Oh, toch wel. Oké. Okay. En dan?
Oh, oké. Nee, oké. Dan weet ik dat even. Hey, Leid. Hallo. Maar dan, ik ben er wel mee eens. Ja, maar ik ben er wel mee eens. Ja, zeker. Ik ben er mee eens, ja. Jij ook dan, of niet? Je zegt dat ze wel zo mooi, maar... Dat je van me houdt. Maar ik hou ook van jou, hoor. Je denkt toch van mensen, wat praat je? Wat lul je nou? Oh, toch wel. Toch wel. Mag ik gewoon ook tegen jou terugpraten dan? Oh, is... Ja, oké. Okay. Nou, dat doe ik toch al de hele tijd. We zijn bijna 2,5 minuut aan het praten, hoor. Hé, hey, Leed. Lady. De baas en die komt ook zo weer, hè? Dat weet je, hè? Oh, ga je liggen. Ben je klaar mee? En met praten? Met mij? Nee, is prima. Is goed, joh. Of dan niet? Maar ik hou wel van je, oké? Okay? En de baas houdt ook van jou, ja. Maar morgen moeten we er weer heel vroeg uit. Ja. Ja, moeten we met de auto aan naar de garage. Bij deze. Vond jij deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Want als jij geen melding krijgt, ben je ook namelijk niet geabonneerd. Dus, krijg even 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. Welkom bij Vloggen met Karen en Roderick. Vloggen met Stalman van de Werf. Welkom. Dus dat. Ik zou zeggen, doe dan even een duimpje omhoog. En laat vooral even zo'n leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.